Wanneer dieren een tegenstander tegenkomen waarvan we niet verwachten dat hij terug zal vechten, wordt het gevecht wel erg interessant. Kijk in deze video naar 15 keren dat landdieren de verkeerde tegenstander tegenkwamen. 15. Leeuw versus buffel. Een leeuw behoort tot een groep van de gevaarlijkste roofdieren die er bestaan. Meestal heeft een leeuw wel succes bij het jagen. Soms kan het wel anders aflopen. In deze clip kun je zien hoe een leeuw het gemunt heeft op een buffel en haar jong die aan het drinken zijn. Waarschijnlijk denkt hij een gemakkelijke maaltijd te maken van het kalfje, maar de moederbuffel steekt er een stokje voor. De leeuw rent op het tweetal af. Beiden rennen ze weg voor hem. Opeens keert de moederbuffel zich naar de leeuw en valt hem aan met haar horens. De leeuw doet een paar stappen terug. Terwijl de moederbuffel nu wegrent, komen er nu een aantal andere buffels om haar te versterken. Samen kunnen ze de leeuw voor nu verjagen. 14. Leeuw versus tijger. In dit gevecht moet de leeuw het opnemen tegen een waardige tegenstander. Dit gevecht tussen een leeuw en een tijger vond plaats in de dierentuin van Xi'an in China. Volgens de dierentuinhouders van de Xi'an Zoo is deze leeuw 20 tot 30 kilo zwaarder dan de tijger. Ze zijn allebei even oud en zijn samen als welpen grootgebracht. Echter speelt dit geen enkele rol wanneer het om vrouwtjes gaat. De leeuw begon de tijger aan te vallen omdat de leeuwinnen kools waren. Hij beschouwde de tijger als competitie en reageert net zoals hij tegen een andere leeuw zou reageren, agressief en territoriaal. Uiteindelijk moest de tijger zich wel gewonnen geven en buigen voor de koning van de zoo. 13. Mangoest versus drie leeuwen. Als je ooit tussen drie leeuwen komt te staan, dan zou je wellicht kunnen proberen om dit helse kabaal te maken net als deze mangoest. Hij is duidelijk in de minderheid en ook nog de kleinste. En toch weet deze schreeuwige mangoest te ontsnappen. Hij schreeuwt en krijst als een mager varken. Nou ja, als een mangoest in dit geval. Omdat hun oren waarschijnlijk pijn doen van dat harde gegil, worden de leeuwen afgeleid en de mangoest vlucht snel naar een hol. Een van de leeuwen trapt hem op zijn staart terwijl hij wegrent en daar gaat hij weer. Hij begint weer hartverscheurend te janken. De leeuw laat hem maar los en hij verdwijnt in het hol. De leeuwen blijven nog even rondhangen en wie komt daar naar boven? Je raadt het al, die schreeuwer weer. Hij is nog niet klaar en wil deze leeuwen weg hebben. Al krijsend komt hij uit het hol om de leeuwen te verjagen met nog meer van zijn geschreeuw. 12. Wilde beest versus leeuw. Wanneer je als wilde beest wordt geboren, dan is jouw lot in feite zo goed als bepaald. Je zal ooit eens een maaltijd worden voor de leeuwen. In dit clipje kun je zien hoe een leeuw in de aanval gaat. Hij grijpt het wilde beest van achteren met zijn klauwen om hem vervolgens in zijn nek te bijten. Een ander wilde beest dat dichtbij staat rent in eerste instantie weg om zelf ook niet aangevallen te worden. En dan gebeurt iets wat niemand verwacht. Hij keert terug om zijn kuddegenoot te helpen die al tussen de tanden zit van de leeuw. Het wilde beest draaft op de leeuw af en ramt hem met zijn horens. De leeuw laat hierdoor het andere wilde beest los, waardoor het kan vluchten. Geen wilde beest op het menu vandaag. 11. Nijlpaarden versus krokodil. Ook al zou je een van de geweldigste roofdieren op de aarde zijn met enorme vlijmscherpe tanden, je zou niet opgewassen zijn tegen deze groep in je eentje. Deze krokodil leerde dit op de harde manier. Hij deed waarschijnlijk een verkeerde inschatting en dacht dat al deze nijlpaarden bang voor hem zouden zijn. Hij had het misschien gemunt op een van de kleintjes en belandde in het midden van de groep nijlpaarden. Deze waren natuurlijk niet blij met deze indringer en lieten hem zien wie er hier de baas is. Hij werd vertrapt, gebeten en onder het water gesleurd. Opeens verdwijnt hij uit het beeld om even later weer aan het oppervlak te verschijnen. Je ziet hem snel wegzwemmen nadat hij een flink pak slaag kreeg. Deze krokodil heeft geluk dat de nijlpaarden hem heel huids lieten gaan. 10. Luipaard versus boszwijn. Luipaarden hebben de gewoonte om hun prooien vanuit een hinderlaag te verrassen. In dit clipje staat een luipaard op een hoger gelegen gedeelte naar een boszwijn te kijken. Hij staat achter wat bosjes, waardoor het boszwijn geen idee heeft dat een roofdier boven hem op de loer ligt. Het arme zwijn heeft niet door dat hij zo meteen aangevallen zal worden. En dan neemt het luipaard ineens een sprong naar beneden. Het zwijn hoort hem, keert zich meteen naar het luipaard en laat zijn enorme slagtanden zien. Het luipaard wil geen ongeluk krijgen van deze enorme slagtanden en neemt de benen. Het zwijn rent dan ook meteen weg van zijn belager. 9. Kangoeroe versus geit. Hier zie je een onwaarschijnlijke ontmoeting tussen een kangoeroe en een geit. Geloof het of niet, maar deze twee dieren gaan een heus gevecht aan. De kangoeroe valt de geit als eerste aan. Hij gaat op zijn achterpoten staan en geeft de geit een paar klappen alvorens hij verder naar voren springt. De geit deinst terug en ziet er een beetje bang uit. Hij probeert niet bang over te komen en doet een paar stapjes vooruit. Opeens maakt de geit een paar sprongen alsof hij de kangoeroe wil aanvallen. Het clipje eindigt waar de kangoeroe de plek verlaat en de geit hem achterna zit. Wie de winnaar van het gevecht werd, is niet duidelijk. 8. Krokodil versus olifanten.
Deze nietsvermoedende olifanten kregen de schrik van hun leven toen ze langs de kust van een rivier een slokje water gingen drinken. Onder hen was er ook een baby-olifant. Toen de baby-olifant zijn slurf in het water stak, wist hij niet dat er een krokodil op de loer zat. De hongerige krokodil hapte aan de slurf van de baby-olifant en liet hem niet los. De baby-olifant probeerde de krokodil van zich af te schudden en slingerde zijn slurf heen en weer. De krokodil had echter gehapt om nooit meer los te laten. Totdat een van de grotere olifanten op hem afkomt. In het clipje is niet duidelijk te zien wat er precies gebeurt, maar waarschijnlijk kwam de krokodil onder de poten van de grote olifant terecht. De krokodil liet toen het kleintje los, waardoor het zich weer bij de groep kon voegen. 7. Slang versus konijn. In deze clip kun je moeder konijn in actie zien tegen een slang. Een slang heeft zich een weg gebaand in haar nestje en heeft haar kleintjes te pakken. Ze is woedend en valt de slang meteen aan. De slang laat een van de kleintjes los en zoekt een uitweg om aan de boze moeder te ontkomen. Ze laat hem niet gewoon gaan, maar gaat achter de slang aan en gaat door met een pak slaag geven. Ze trapt en springt op de slang. De slang heeft hopelijk zijn les geleerd. 6. Giraf versus 5 leeuwen. Als je door 5 leeuwen achtervolgd wordt, is het niet zo eenvoudig om te vluchten. Vooral niet als je in je eentje bent. Deze giraf werd achterna gezeten door een groep van 5 leeuwen. De angstige giraf rende voor zijn leven en bleef alsmaar rennen. Op een gegeven moment maakte een van de leeuwen een poging om de giraf te bijten. De leeuw springt op de giraf om het te bijten in zijn nek, maar hij maakt een fout. Hij hapt de giraf niet goed en botst tegen de rennende giraf aan. Hierdoor valt de leeuw op de grond en komt onder de poten van de giraf terecht, die hem op zijn beurt maar al te graag vertrapt. De giraf kan gelukkig snel vluchten. Voor dit keer ontspringt deze giraf de dans. 5. Bison versus edelhert. Dit edelhert met het grote gewei was aan het wandelen met zijn familie toen deze enorme bison zomaar een gevecht uitlokte. De bison komt heel dicht bij de herten, maar het alfahert ziet het als een dreiging en laat zijn gewei zien aan de bison. Deze begrijpt de boodschap en doet een paar stappen terug. Dat grote gewei is best intimiderend. Het alfahert vindt het niet leuk dat er bisons in de buurt zijn en laat van zich horen. Hij loeit naar de bisons in een poging om ze te verjagen, maar de bisons geven geen gehoor. Het alfahert is het na die waarschuwingen zat en valt opeens een van de bisons aan met zijn gewei. De bison zet ook zijn hoorns in het gevecht en de twee dieren botsen tegen elkaar. Hierna gaan de dieren uit elkaar. Hopelijk heeft de bison de boodschap nu wel goed begrepen. 4. Zeemeel versus 3 pelikanen. Deze zeemeel lustte ook een hapje vis dat werd uitgedeeld en stond achter deze groep van pelikanen. Hij probeerde ook een vis te vangen, maar niet op een eerlijke manier. Terwijl een van de pelikanen naar achter loopt met een vis in zijn bek, pikt de vrijpostige zeemeel naar de vis die uit de bek van de pelikaan steekt. Hij probeert de vis van de pelikaan te stelen. Beide trekken ze nu aan één uiteinde van de vis. De pelikaan is duidelijk de sterkste tegenstander en trekt heel hard aan de vis. Zo hard dat hij de zeemeel ook meetrekt. Echter laat deze hongerige meeuw de vis maar niet los. Twee andere pelikanen zien dat hun maatje deze hinderlijke meeuw maar niet van zich af kan schudden en besluiten hem te helpen. De meeuw laat de vis eindelijk los wanneer de andere twee pelikanen op hem afkomen. Ja, 3-1 winnen vaak genoeg. 3. Kangoeroerat versus slang. Tijdens mijn onderzoek kwam ik een video tegen van kundige kangoeroeratten die de beet van een slang ontwijken. De video vertoont slow motion beelden van verschillende keren dat kangoeroeratten een ontmoeting hebben met een slang. Op deze beelden is te zien hoe de ratten gebruik maken van hun achterpoten om hun belager te ontwijken. Ze springen en draaien zo hoog in de lucht dat het lijkt alsof ze kunnen wegvliegen. Op deze manier ontvluchten ze niet alleen de slang, maar gebruiken ze ook hun poten om de slang nog een paar meppen toe te dienen. Net als een echte kangoeroe trappen ze met hun poten de aanvallende slangenkop van zich weg. 2. Das versus jakhals versus slang. Hier zie je een das die wordt omwikkeld door een python. Het lijkt een verloren strijd te zijn voor de das, want hoe zal hij uit de wurggreep van deze python komen? En dan zie je plotseling een ander dier in beeld komen. Het is een jakhals die wel een hapje van de slang lust. De slang moet nu de das in zijn greep weten te houden en ook tegen de jakhals vechten. Multitasken is niet voor slangen weggelegd. De python is afgeleid en houdt de das niet goed vast. De das wringt zich en bijt de python waarschijnlijk ook. Hij weet zich los te wrikken van de python. De das rent echter niet weg, maar hij bijt de slang en sleurt hem weg aan zijn staart, terwijl de jakhals de slang aan de kopzijde aanvalt. Dan verschijnt er nog een jakhals bij het gevecht en je kunt eigenlijk al wel raden wie uiteindelijk wint en wie verliest. 1. Buffel versus neushoorn. Ook de ontmoeting tussen deze twee dieren is eentje die je niet zo vaak ziet. Deze buffel en neushoorn kregen het aan de stok met elkaar. Zoals je ziet zijn ze alles behalve vrienden. Het gevecht begint met het botsen van de hoorns tegen elkaar. Beide dieren gaan de confrontatie aan en doen geen stap terug. Wel jammer voor de buffel, want de neushoorn is een veel groter en zwaarder dier. Het heeft genoeg kracht om de buffel niet alleen een aantal flinke stoten te geven met zijn hoorn, maar hem ook nog in de lucht te gooien. De buffel valt dan op zijn zij,
maar geeft het niet op. Hij staat weer op om door te vechten, maar merkt dat hij niet is opgewassen tegen de ijzersterke neushoorn. Uiteindelijk accepteert de buffel zijn verlies en rent weg. Welke van deze dierengevechten vond je het meest interessant? Ik hoor graag van je in de comments. Morgen staat er weer een nieuwe video voor je klaar. Kom dus zeker kijken.